Hallo lieve kijkers van me, welkom op mijn Suriname Food kanaal. Boy, ik heb kasaba ketterkari gemaakt hoor, met een gerookte kip. En ik heb witte rijst gemaakt en die ga ik nu smullen. Op jij lijkt een lekker ziek gaai boy. Dan ga ik jullie vertellen straks hoe heb ik het gemaakt. Het is heerlijk. Ik kan niet wachten, dus ik neem alvast een hapje. Kijk het toch. Heel lekker. Dan ga ik smaken. Ik heb kasaba ketterkari gemaakt. Met kippenvleugel en gerookte kip. Dat heb ik erin gezet. Heel simpel. En dit is nimak matcha. Zie je, lekkere witte rode peper. Ah, lekker boei. Ga lekker eten hoor. Lekker smaken. Ik kom van mijn werk, ik heb zo honger. En de zon is zo fel dat ik mijn gordijnen moet doortrekken, weet je. Eet smakelijk. Erg lekker. Dit moet je hebben, lieve kijkers. Moeten jullie ook koken. Ga jullie echt lekker vinden, boei. Vroeger, man mij. Benauwd had bilpoed ketterkari, weet je. Bilpoed ketterkari, jurmachi daarke, kasaba ketterkari, bana ketterkari. Oudere mensen die weten dat, hè. Die weten waarover ik praat. En het was echt niet veel kruiden, alleen knoflook, uien, klein beetje. Dat was het. En zo maak ik het ook. En het is verschrikkelijk lekker. Alleen ik heb het een beetje moderner gemaakt. Met kipvleugel en gerookte kip. Dat maar mij benauwd dat een blok gaat in die boei. Het was. Toen was het niet lekker hoor. Dan gingen we altijd klagen. Een blok klagen curry, soms rooi. Mag een nakap. Kik hai kasaba ketter curry. Na mangila kai. Mama bole, oké. Je nakka je te boeken, sutio. Jank maar kik hai je. Ja, als je honger hebt, dan moet je eten. Het is niet anders. Maar nu pluk ik de vruchten van. Maar heb ik zelf gemaakt en ik weet nu hoe lekker hij is. Verrukkelijk lekker. Als je één keer maakt, lieve mensen, met djoermachri, als je dit maakt, die kasaba ketterkari. Nog lekker. Boot lekker, tante. Je weet niet wat je mist, lieve mensen. Als je probeert en eet, dan ga je weten, wat heb ik toch lekker gegeten. En weet je, deze eten, als ik zomaar moet zeggen, het is een beetje traditie. Ouderwets style, antiek. Laat me zo zeggen, antiekachtig. Want nu, mensen koken zo niet, hè. Vooral de generatie van nu en vorige, die koken niet meer zo. Het is allemaal modern en snel, 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 snel en lekker en alleen maar goes, goes, goes. Weet je? Ik dacht, ik heb trek in kasaba ketterkari, dan maak ik het. Goed lekker. Mijn dokter belde en vroeg van, maar wat heeft u gekookt? Ik zeg, kasaba ketterkari. Wat is dat? Ik zeg, ja, dan moet je eten, dan weet je wat dat is. Nou, dan komt ze straks, dan gaat ze mee eten. Maar ik heb honger, dus ik weet, ik eet het alvast. Ik geniet ervan. Njam, njam. Ja, lieve mensen, als je van je ouders niet hebt geleerd, dan ga je het ook niet weten, hè. Ik heb trouwens wel, ik kom uit een armoedefamilie. En roeksoek, John Banatraha, niemand marcha bhaat, daal bhaat, alles. Dan moesten we daarmee doen, weet je. Nu is allemaal luxe, luxe, luxe. Pijlekker, hè. Bhaat gaat rijden vroegere tijd van onze tijd, hè, mensen. Cola kaha milatra. Er is milatra, maar ja, garib manai kaha sikine cola. Ab dekho, blek leke baitho. Cola, bhaat khao. Lekker luxe pakai ke. A cola piyo bleki. Dat zijn die dinges, hè.
Die peper is niet heet hoor. Maar het is natita, baboy. Is dat geen matje natita, ba? Behoed lekker. Verrukkelijk lekker. Ik eet lekker hoor, mensen. Lieve kijkers, ik geniet. Het is overheerlijk. Cassava ketterkari. Als je dit maakt, is heel eenvoudig. Lieve volkers van me. Ik heb van één pakje gemaakt hoor. Van 500 gram van die zakje, die vries cassava. Eén pakje cassava. Uien. Knoflook. Stukje peper. En olie. Een beetje zout. Dat was het. Dat heb ik ze allemaal gebakken. Cassava erin gedaan. En ook een beetje gebakken. En dan gewoon een klein beetje water gezet. Als die half gekookt was. Dan heb ik een klein pakje kokosmelk erin gezet. Dat is de heerlijkste. En die kip heb ik gewassen en apart een beetje gebakken. En dan heb ik daarna heb ik van boven uitgezet. En een beetje soepgroente. Weet je, die gemixte soepgroente wat ze verkopen in de supermarkt. Een zakje van dat. En dat was het. Dat is het, mijn cassava ketterkari. Ja, mijn lieve kijkers, als jullie mijn video leuk vinden, vooral dit is heel iets apart. Ik zou zeggen, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. Geef ik jullie weer watertanden, ga jullie weer inspireren, ook maken, zelf uitproberen. En dan laten jullie me ook weten. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. En tot ziens. Bye bye.